Woensdag 7 maart stond een grote vrachtwagen van de politie op de Burcht in Zaandam, het mobiele medialab. Speciaal om mensen over het werk van de politie te informeren. Bovendien een gelegenheid bij uitstek om eens in gesprek te gaan met de wijkagenten, of met jeugdboa's of met vertegenwoordigers van Burgernet. Wij namen een kijkje in het mobiele medialab en spraken met de wijkagenten van Zaandam Centrum en Zaandam Zuid. Nou, met deze truc gaan we eigenlijk heel Nederland door om meer in verbinding te zijn met de burger. Binnen in het mobiele medialab staan een aantal computers en een aantal mobiele telefoons. En daarin kunnen we laten zien wat we allemaal kunnen doen en wat de mogelijkheden zijn met deze truc. Het is leuk om met de mensen in gesprek te gaan, te vertellen wat wij doen op social media. Wat wij kunnen doen op social media, nieuwe manier van aangiftes opnemen. We kunnen het lab ook gaan gebruiken om testen te doen, om te kijken wat werkt. We doen appjes testen, waarop burgers kunnen aangeven van nou, het is leuk dat je dit verzonnen hebt, maar dit werkt eigenlijk helemaal niet. En dan kan het worden aangepast op de persoon, dus dat is wel heel leuk om met elkaar uit te zoeken. Nou, heb je natuurlijk ook te horen gekregen dat er wat bureaus zijn gesloten, hè, overdag nu. Dat je alleen op afspraak terecht kan komen. Is dat ook een van de redenen waarom jullie hier zijn? Nou, deels wel. Want dit is wel een manier om te laten zien wie wij zijn en wat wij doen. En daardoor is het makkelijk om met elkaar in gesprek te gaan. Heb je al positieve reacties gehad van burgers? Ja, mensen vinden het heel leuk. Ze vinden het heel leuk om binnen te kijken. Ze vinden het leuk om te zien wat je allemaal kan eigenlijk met computers, met telefonie. De filmpjes die getoond worden, maar ook vooral het directe contact wat ze met je hebben. Om te vertellen, oh, dus jij bent de wijkagent. Oh, ik heb je naam al eens gehoord. Dus dat is wel heel leuk om met elkaar op die manier in gesprek te zijn. Met wat soort vragen komen de mensen nou binnen? Nou ja, dat is eigenlijk heel wisselend. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Dat zijn ook gewoon de wijkvragen. Vragen die in de wijk spelen. Dat kan gaan van burenruzies of overlast. Maar ook mensen die, wat Anita ook zegt, hoe werkt dat nou precies? En hoe moet ik bepaalde dingen nou aanpakken als ik op politie.nl zit of op een andere app? Nou, en dan proberen we dat uit te leggen wat de makkelijkste manier is. Jullie zijn er wel boeven te vangen, zeg maar. Maar stel, ik heb een vraag aan jullie en ik zie jullie op straat. Kan ik jullie dan gewoon gerust aanspreken? Tuurlijk, graag zelfs. Ik zou niet anders weten waarom niet. We zijn er niet alleen als er nood aan de man is, maar ook gewoon voor de kleine vragen. Hoe zit dat? Preventie geven we bij mensen thuis qua woninginbraken. We geven preventie in de oudere instellingen van bijvoorbeeld een babbeltruc. Doe de deur niet open voor onbekende, neem geen spullen aan van anderen. Dus we doen eigenlijk veel meer dan eigenlijk alleen maar het boeven vangen. Het blijft natuurlijk wel de core business. Een van de leukste dingen om te doen natuurlijk, het boeven vangen. Maar we doen nog veel meer en dat is leuk om dat te kunnen vertellen op deze manier hier op de Burcht. Waar waren jullie afgelopen weken nou geweest? Nou, we hebben deze mobiel medialab een week ter onze beschikking, of voor onze beschikking. En we zijn begonnen afgelopen zaterdag bij winkelcentrum Gibraltar. Afgelopen zondag hebben we op de Rozengracht in Zaandam gestaan. Vandaag staan we hier op de Burcht. Gisteren hebben we nog in Krommenie gestaan. Het Rosariumplein en morgen staan we inderdaad nog op het Rooswijkplein in Rooswijk. En kijk, wat wel onze intentie is en de bedoeling, hè, dat we zoveel mogelijk burgers willen bereiken en vandaar dat we ook diverse locaties in de Zaansteek aandoen. En tot op heden hebben we al best wat aanloop gehad en krijgen we ook hele positieve reacties van de mensen. Nou, wat misschien wel even leuk om te vertellen is dat er ook heel veel twitteraars langskomen. Die dan zien op Twitter, hè, dat wij hier al in de Zaanstreek zijn. En dat mensen dus, doordat ze dat op Twitter zien, nou, ook actief langskomen. En dat is leuk, want dat betekent dus dat we de mensen ook via de sociale media bereiken. En dat is nou precies wat we willen. Niet alleen wijkagenten waren aanwezig in het mobiele medialab van de politie. Medewerkers van Burgernet gaven informatie en probeerden leden te werven. Nou, hier tussen de twee politieagenten staat Billy van der Linden van Burgernet. En ik ga aan haar vragen wat Burgernet nou precies is. Ja, op het moment dat er iemand in de buurt vermist is of de politie is op zoek naar een verdacht persoon, kan zijn na een inbraak, overval of er rijdt iemand door naar een ongeluk, krijg je een gratis smsje met een signalement en de vraag of je uit wilt kijken. En de politie wilt helpen zoeken. Nou, sta jij natuurlijk hier bij het mobiele medialab ook. Ja. Heb je al wat mensen weten te werven? Ja, zeker, zeker. Mensen, eigenlijk iedereen die we aanspreken heeft wel interesse om te helpen. Hebben jullie al veel leden? Ja, in Nederland, ik denk ruim 1 miljoen ondertussen, ja. Dat is veel. En zijn er ook geslaagde burgernetacties geweest? Ja, zeker. Veel voorbeelden. Ik denk dat in gemeenten waar meer deelnemers zijn, worden mensen sneller teruggevonden, maar we hebben veel succesverhalen
verwarde ouderen, moeders, vaders teruggevonden, kinderen teruggevonden, diefstallen op heterdaad. Ja hoor. Ik ben in wijken geen centrum, Zaandam Centrum. En dat heeft een groot winkelgebied. En ook in het grote winkelgebied hebben we regelmatig last van winkeldiefstallen. En op dat moment dat dat gebeurt en we hebben een goed en duidelijk signalement, dan zal dat via Burgernet worden uitgezonden. En dan hopen we op een hoop reacties van de burgers die dan bellen met Burgernet om de verdachte dan te kunnen oppakken. Ze vragen vaak of we ook enge berichten rondsturen. Vaak wordt het dan over moordenaars. Sturen jullie dat dan ook rond? Maar dat doen we niet. Het gaat alleen de centralisten in de meldkamer bepalen zelf bij een melding of burgers kunnen helpen zoeken. Ik ben het helemaal eens, het werkt wel. Want hoe meer mensen er meekijken, hoe makkelijker het ook voor ons is. Inmiddels zijn de jeugdboa's van de gemeente Zaanstad ook op de burcht aangekomen. Wat zijn jullie taken precies? Taak is contact leggen met de jongeren op straat. Eventueel het in kaart brengen van zorgsignalen. Taak is dat we ook onderdeel uitmaken van een ketenaanpak. Dus wij werken ook voornamelijk veel samen met de politie en andere hulpverlenende instanties. Is dat belangrijk, die samenwerking? Ja, zonder samenwerking is er geen aanpak en heeft het gewoon geen vervolg. Merk je wel dat er wat minder werkdruk is nu aan jullie kant, nu hun er zijn, met geluidsoverlastmeldingen van hangjongeren of iets dergelijks? Nou, als we het hebben over de jongeren, dan zien we echt wel een belangrijke taak, hè, dat het nu bij de gemeente ligt en dat het ook zeker wel bij ons werk wegneemt. En daar hebben wij natuurlijk voordelen bij. Zeker omdat de jeugdbouwers die taak goed oppakken. Waardoor nogmaals wij ons meer kunnen richten op andere zaken. Maak je dat vaak mee, dat je met jongeren in contact komt hier aan de Zaanstreek? Ja. Ja. Veel hangjongeren? Nou ja, hangjongeren, ik vind dat het heeft een beetje een stigma, hangjongeren. Jongeren is eigenlijk iets van alle tijd. Ik bedoel, ik heb vroeger zelf ook, je hebt altijd een periode in je leven dat je je aan het ontwikkelen bent en dat je dus op straat aanwezig bent. Ik vind soms dat er op het woordje hangjongeren, dat er een beetje een negatieve lading op berust. Maar dat is het eigenlijk niet? Nee, dat hoeft niet altijd, nee. Je hebt natuurlijk ook wel qua jongens tussen zitten, maar ook gewoon jongeren die lekker met elkaar op een bankje aan het chillen zijn, zeg maar. Klopt, er kunnen meerdere redenen zijn waarom iemand periodes op straat verblijft. Dus het is wel belangrijk dat er contact is met die jongeren? Klopt, ja. Als je als professional zorgsignalen wil oppikken, dan zul je meerdere malen contact moeten hebben met een jongere. En een soort van vertrouwensband met elkaar moeten opbouwen. Dat geeft voor hun ook wel een goed gevoel, denk ik. Het geeft voor hun een goed gevoel, hopelijk. Voor mij in ieder geval ook, omdat ik weet dat er hulp gaat plaatsvinden bij een jongere die dat nodig zou hebben. Maar dat zijn niet specifiek alleen maar probleemjongeren die op straat hangen, denk ik. Nee. Klopt. Kan ik bijvoorbeeld ook gewoon zijn. Klopt. Wat doen jullie nog meer als wijkagent? Om de verbinding nog meer te krijgen met de bewoners hier in Zaandam-Zuid, hebben Joeri en ik ervoor gekozen om een spreekuur te houden. Dat doen we om de week op donderdagochtend van 10 tot 12 bij wijkcentrum Dirk Prins. Het zit op de AGVB-straat. Daar houden wij dan 2 uur eigenlijk een inloopspreekuur. Is niet bedoeld voor het doen van aangiftes, maar meer om laagdrempelig contact met je wijkagent te hebben. Er speelt een kleine kwestie, maar wil je ons adviseren daarover? En dat doen we eigenlijk nog meer.